We zijn weer terug aan boord bij het Drifter Dulce Bella en het is inmiddels 7 uur 's ochtends. En het lijkt erop dat het gasboeiengat tegenwoordig zelf bewakend is. Er staan geen toptekens op, maar merktekens, hoe heet dat. Maar in ieder geval hebben we het idee dat we in een diepe geul zitten. En dat komt ook wel uit, want in de verte zien we het gasoverslagstation. Het is voor de kijkers waarschijnlijk niet helemaal duidelijk, voor mij ook niet. Maar we kunnen ons wel oriënteren op het vuurduin van Vlieland. Dat zien we daar in het noorden liggen. Heel vaak. Wel al erg aantrekkelijk. Ja, heel vaak in de verte. Ondertussen de navigatie in de gaten houden, want de boeien liggen er niet alleen om de vaarwegen te markeren, maar ook om bovenop te knallen als je even niet oplet. Ja, Vlieland. Ik hoop dat we daar nog even terugkomen deze vakantie. En ondertussen gaan we verder met het handen en voeten filmen. En hoewel als het lekker afloopt, het dan allemaal wat minder prettig is, alles klam en nat, is de beloning toch altijd wel ongelooflijk. Dit soort zonsopgangen maak je eigenlijk alleen maar mee in de laatste wildernis van Nederland. Het onvolprezen wat. Oh, daar zien we het gasstation. Ja, nou, ik had het kunnen weten. Precies in oostelijke richting ligt het gasstation. Naast de zon. Het idee is dat we nog steeds goed varen. Ik denk dat ik maar eens eventjes aan het ontbijt ga werken. Dit is Drifter 2.